Als je dit niet kan verbeteren, hoe wil je de wereld verbeteren? Laten we elkaar wat vaker de CRM geven. Het is namelijk als je erop inzoomt, hoe kan dit? Waarom is het zo belangrijk? Waarom ga jij nu God behouden over de CRM? Ga je ons nou leren de CRM geven? Is dat nou een onderwerp wat jij bij God maar zou moeten behandelen? Dan zeg ik jou, Allah alleen, dit is gekozen omdat Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat als eerste heeft gekozen. Toen hij namelijk een umma ging versterken. Toen hij namelijk een umma ging bouwen. Toen hij een nieuwe natie ging bouwen die achteraf binnen een korte periode zo succesvol bleek. En zoveel streken en landen en harten en allemaal bereikte. Het eerste waarmee hij begon, zoals Abdullah ibn Salam. Mohammed sallallahu alaihi wasallam emigreert. Vlucht vanuit Mekka naar Medina. En jullie kennen dat verhaal, dus ik hoef daar niet uitgebreid bij stil te staan. Maar waar ik wel op in ga zoomen, is dat Abdullah ibn Salam zegt, het eerste toen Mohammed sallallahu alaihi wasallam in Medina binnenkwam, het eerste wat hij zei eigenlijk, of waar hij ons mee adviseerde, was namelijk het volgende. Of shussalam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadkhuluna al jannata bi salam. En de hadith is authentiek. De hadith geeft aan, Mohammed sallallahu alaihi wasallam kwam in Medina binnen. Het eerste wat hij tegen ons zei, of shussalam, geef elkaar de salam. Moet je eens voorstellen, Mohammed komt nu met een visie. Komt met een duidelijke opdracht. Ik ga nu een umma versterken. Ik ga harmonie kweken. Ik ga een eenheid creëren waar we het allemaal zo graag over hebben. Op social media en in ons dagelijks leven, waar we veel over klagen. Mohammed zei, ik ga een umma creëren. Nee, ik ga zelfs een land creëren. Ik ga dan zelfs een succesvolle umma bouwen. Waar begin ik mee? Geef elkaar de salam. Kijk waar Mohammed zal was. Als jij het niet belangrijk vindt, Mohammed vond het belangrijk om het als eerste te noemen. Nog voordat hij dus eigenlijk het huis van Allah ging bouwen, voordat hij de mannen opstroopte en met zijn edele handen de modder ging om een moskee te bouwen, bouwde hij eerst de harten met geef elkaar de salam.